Está bien, mira. Ya voy a ver films esta María y el crack. Ik had het net begrepen dat deze inderdaad wegens één die al verkocht is, geschilderd wordt, is. Dus het is een opdracht. Kom klaar. Het moet een beetje impressionistisch worden, neem ik aan. Tenminste ook een beetje die losse enthousiasme. Ja, ik ben aan blauw aan het zoeken. Romantisch. Ja. En kun je het uit de kits halen of... Nou ja, het is natuurlijk snel, omdat het staal, liefelijk en een beetje blauwig. Dat het dan, op water, of wat dan water. Ja, ja. Maar ook een beetje meer achter met zijn waterleven. Dus die stijl, een beetje dat losse. Nee, wel los. Ja. Maar moet eerst de kleuren blauw op de achtergrond hebben. En nog een woordje misschien, of een rand van een vijver of zoiets. Dat nog misschien. Ja. Ik ben aan het zoeken. Ga je iets meer diepte? Ja, wel iets meer spel dan ja. Nou, dat donkere water meer naar boven. Ja. De ene moet nog een staart hebben. De halsen moeten wat dikker. Ja, maar je houdt het wel heel erg hoog op de toonschaal. Je kunt de contrasten kun je gewoon ook zwaar aanzetten. Maar met die lichten, die zoek je allemaal behoorlijk op. Ja. Heb je trouwens sowieso altijd, vind ik wel, in je werk. Dat het wat licht is, ja. Wat ijl. Ja, maar mooi. Maar nogmaals, wel een moeilijke compositie om het interessant te houden, omdat het echt hier precies in het midden is. En wat jij zelf al een beetje ook zei, het kan nog iets spannender, ja. Misschien door iets van een soort omgeving er nog bij te betrekken. Oké. Okay. Ja, dat kan wel, hè. Nou, lekker huisje. Mm-hmm. En mooi dat blauw dat er doorheen schemert. Wel krachtig. Daar zou ik willen wonen. Ja hoor. Ik wel. Oh. Alleen, ja, kan zomaar in Finland zijn of in Zweden of alleen, zo. Alleen, of een beetje. Ja. Zo. En mooi de losse toetsen, verschillende manieren van het verf gebruiken. Nou, nogmaals, het hele heldere blauw. Dat maakt het, en dat het plat geschilderd is, dus dat het blauw niet ook nog eens een keer een verftoets heeft, dat geeft het wel, vind ik een mooi, ja, rustig bij elkaar houdend contrast. Ja. Bijna dat blauw eromheen. Ook mooi. Mooi, ja. Een soort omlijst. Ik was geïnspireerd door die andere. Ja. De toetsen, een keer weer iets met de toets doen. Nou, mm-hmm. Oh, ik was wel lekker mee bezig. Mm-hmm. Kan je ook zien. Ja. Nou, ja, ik heb er niet zo heel veel bij te vermelden. Hoe kan ik het te melden? Oh. Of had je er nog is wel het zelf is het met kwast of paletmes? Beide. Nou, de dolfijnen, dit is een aanleiding, dus wat ik ook dan net hoorde van jou, van het uitwaaieren van de kinderen uit huis over alle continenten. God. Dit heeft dus te maken met Australië, de Aboriginals, toch? Maar waar zit het hem dat in dan? Ik zie het wel een beetje in die patroontjes hierachter, en eventueel het gestippelde. Ja. Wordt ook wel gewoon expressief, wat mij betreft Europees misschien. Geïnspireerd, hè? Dus ja. Niet echt direct. Ja, ik zat naar die schilderingen daar. Ja. Dus, ja, oké, okay. Dat is dan echt Aboriginal. Ja. Oh, denk ik, ja, dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar goed, wat daar het kenmerk van is, vind ik een beetje de lijn. Ja, en dat zit hier dus dan niet in. Nee. Dit worden wel gewoon echt vlakken. En nogmaals, die lijnen zijn heel erg persoonlijk. Heel erg heel erg persoonlijk qua dik, dun, het krasserige. Gewoon echt heel erg van jou. En de Aboriginal kunst, volgens mij. Er zit ook nog een soort meditatief universalisme in. Is ook. Ja. Dus ik weet niet of je dat daar ook nog in wil jij bent rechts en Leo is links. Geen idee, ik heb niet over nagedacht. Oh, dit is ook qua hoeveelheid jullie gezien. Ja, dat zou ik. Ja, ik ben de grote. Hè? Ja, maar dan is dit Jopie, denk ik wel. Ja. De moederkoe. Ja. Ja, wat ik al zei, ik vind het wel een sterk beeld. Qua kleuren, hoe je ermee omgaat, het doormengen. Ja. En de blauw. Nou ja, voorstelling. De fijn die maar een beetje zo rechtop staan. Als je er een lijstje op hebt. Mooi hoor. Ja. Dan wordt het wel mooi hoor. Nou. Ja, mooie lijnvoering ook. Dat rood eventjes eromheen. Maar nogmaals, als je het een beetje in de richting van Aboriginal kunst, meditatief, daarheen wil trekken, ben ik benieuwd hoe je dat dan gaat doen of gaat combineren met je eigen expressie. Ja. Deze. Dat is heel mooi.
ik al zei, heb je er zelf nog wat bij? Want op zich gaat het lekker toch? Ja. Die figuren heb je wel redelijk snel goed te pakken. Ook de grote, denk ik. Ja. Oh, sorry, ja. Ja, dus volgens mij wordt de kijker een beetje mis. Ja, sorry. Dit is mooi. Ja. Een tremmetje, hè? Wat ik wel mooi vind is dat op dit moment, zeg maar, het duidt wel Groningen. Alleen bijvoorbeeld dit soort vlakken waar dan huizen staan, dat is gewoon nog leeg. Ik weet niet of het nog vullen of niet. Jawel, maar ik weet niet hoeveel. Nee. Maar ik vind het juist zo mooi dat het een soort ja, wittige gloed om die mensen heen heeft. En dat het niet letterlijk dus nee, want dat ik vind het dan heel druk wordt. Ja. 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 Nou ja, die kant gaat het dan op. Dan wordt het gewoon echt dat straatbeeld van Groningen. Ja. En nu trek je het een beetje in de symboliek of zo. Van dat ja, gaat dat over die mensen. Ook. Ja, dat precies. En de tram en de Martinitoren. De tijd een beetje, de trolleybus. Die wordt nog een beetje uitgewerkt. En dan de Martinitoren. En dan dat zij daar in de jaren 60. Ja, het verleden. Dan zo, ja, het verleden. Ja. Ja. Een hele mooie, vind ik, midden. In het duiden en in het toch ook wel erin schilderen. Want het was op een gegeven moment best wel heel scherp en zwaar. Ja. En dan wordt het ook heel... toch wel ja, belangrijk dat het wel een beetje klopt. En nu kun je het, ja, ik vind het niet smokkelen, want het heeft, vind ik, meer met een stijl te maken dan met wegsmokkelen. Ja, precies, ja. Ja, prachtig. Mooi dat je geschilderd. Ja. En je drukt dan die Martinitoren ook mooi naar achteren toe. Anders komt het wel heel erg op de voorgrond samen. Met als ik het doe, dan zie ik ook wat er gebeurt. En dat, ik kan dat niet uitleggen, ik kan het ook niet verwoorden, maar dan ben ik bezig en dan voel ik van verrip. Oeh. Dat vind ik juist leuk. Mm. Nou ja, en omdat het over een bepaald stijl gaat, is het misschien mooi om hier nog wat, ja, omdat je dan toch die huis niet gaat duiden, nog wat eromheen te schilderen wat met die mensen te maken heeft. Wat dan dus niet precies in dat straatbeeld hoeft te passen. Dat gaan we natuurlijk nu dan... Ja, want het is een fictief en moet een beetje een beeld zijn van wat hun historie was. Ja. Het verleden... Dus ik laat het allemaal gewoon een beetje gebeuren. Maar zo'n optelsom van allemaal beeldelementen wordt dus. Gewoon geen landschap met de mensfiguren erin, maar misschien dat hier wel sieraden nog in komen. Of een van de opengeslagen boek wat dan symbolisch misschien voor hun iets betekent. Een filmpost. Nou ja, zo'n ding, ja. Bij een filmpost zie je ook inderdaad allemaal dingen als een soort collage in elkaar overlopen. Iets aan de dansschop. Nou, de bloemetjes moeten nog. Dat is nog een beetje, volgens mij, ontwikkeling. Ja, leuk. Dat is toch wel heel apart. Ik denk je heel anders. Wat zijn het? Rozen? Anemoontjes. Anemoontjes, die vind ik zo leuk. Ja, ten opzichte van bijvoorbeeld het voorbeeld. Ik vind het een heel mooi spel van het onderwerp zelf met het schaduw. En hier zie ik dat iets minder en gaat het een beetje richting nog tuttigheid. Nee, dat is niet dit. Hier kun je toch heel mooie dingen uithalen. Je kunt ook bijvoorbeeld het spel heel duidelijk onderzoeken van drie van die beeldelementen. Die lijnvoering is natuurlijk prachtig, dat hele dunne kronkelende. Ja, dit is van mijn eigen foto thuis, van een vaas met die anemonen. En ik denk, dat wil ik nog een keertje echt wat meer mee doen. Maar ik heb nu even een beetje proef gedaan, zo van hoe voelt het met die lijn en die dingetjes. Heb je van bovenaf die foto genomen? Ja, dat moet ook zo kan je het zien. Hier, dat is een vaas. Ah ja, nou zie ik het. Dat glas kan ik al helemaal niet schilderen. Dus, maar laatst was er ook iemand, die was ook bezig met bloemen. En kijk, als je alleen maar een beetje die bloemen gaat doen. Acrylis heeft bloemen gedaan. Hè? Acrylis heeft laatst bloemen gedaan. Ja, het was bij een andere groep. Acrylis dus bij deze groep. Even zien. Het spel bijvoorbeeld. Ik zeg groot, klein en deze daar heel spannend. Net iets meer naar links, iets meer naar rechts. Daar kun je mee gaan spelen. Compositie, afbakening. Weet je, kijk, zoals nu zit je het ook heel lullig een beetje helemaal midden in het grote papier. Dat het juist heel mooi is als je even spannend misschien wel een stukje ervan af laat lopen. Ja, blablabla. Ik denk zeg nog even wat. Nee, maar ik wil hier wel eens een beetje mee oefenen. Zo. Ja. Nou mooi, dat was dit. Nou, goed jongen.